Maar Rob Riphagen, dat is de zoon van Dries Riphagen. U heeft uw leven lang natuurlijk met dat verhaal gelopen. Ik ken dat verhaal niet, eerlijk gezegd. Werd u er vaak op aangesproken, op uw vader? Nou, nee, in mijn latere leven niet. Aan het begin, toen ik op school zat... Was het wel heel merkwaardig dat ik af en toe... Op straat door andere jongetjes in elkaar geslagen werd. Boeken uit je tas in de plas en dat soort dingen. En als ik dan thuis kwam en aan mijn moeder vroeg waarom dat gebeurde... dan kreeg ik altijd wat ontwijkende antwoorden. Van, daar moet je niks van aantrekken, dat zijn rare jongetjes enzovoort. Maar ik begreep natuurlijk wel al vroeg dat daar toch iets mis was. Omdat mijn vader er ook niet was. Die was inmiddels in Argentinië. In mijn latere leven ben ik daar nooit echt op aangesproken. Ook omdat een heleboel mensen uit mijn omgeving dat überhaupt niet wisten. Maar ik heb natuurlijk wel altijd die angst gehad van... dat komt een keer boven water. En het kwam ook een keer boven water... toen Bart Middelburg en René Ter Stegen in de jaren 90 dat boek uitbrachten. Ja, daar wilde u in eerste instantie niet aan meewerken, aan het boek. Begreep ik. Nee, mijn moeder leefde toen nog. En die had ik beloofd dat ik daar dat ik nooit wat zou vertellen aan niemand. Ook niet aan journalisten. Maar Bart Middelburg was zo vriendelijk om mij het script... of het, niet het script, maar het manuscript toe te sturen. Ja. En toen heb ik toch besloten om ze te ontmoeten. Wat heeft het u gebracht uiteindelijk, het verhaal dat u nu wel vertelt... en waar uiteindelijk ook nou ja, Jeroen het in de film heeft neergezet? Het heeft mij eigenlijk ja, alleen maar nadeel gebracht. Hè. Wat ik net al zei, de angst dat zoiets naar buiten komt... Dat is mijn hele leven wel bij me gebleven. Op een goed moment, toen het boek verschenen was... toen had ik daar al wat minder moeite mee. Er waren toen ook steeds meer mensen die het wisten. En we moeten ook niet vergeten dat het 20 jaar geleden... een ander verhaal was dan het misschien vandaag is. Wat ik nu heel erg voel, nu die film er is... is dat iedereen die het nog niet wist, die weet het nu wel. Ja, en dat is toch een soort bevrijding.